Leuk om hier te zijn, leuk om zoveel mensen hier vanavond te zien. Mijn naam is Meerte Breukink, ik werk bij KAST. En we zijn hier vanavond bijeen omdat eindelijk, mag ik toch wel zeggen, de Willem II passage open is. Dit is voor ons niet de eerste avond die over de passages gaat. Maar omdat het wat langer duurde voordat hij open ging, is het alweer meer dan een jaar geleden dat het eerste deel van dit project begon. Toen hebben we een verhalenavond gehad, waarin er allerlei verhalen naar boven kwamen over Noord en Zuid. We waren heel benieuwd hoe dat nou zat, hoe dat die historie in elkaar stak. Als u dat nou nog leuk vindt om ook iets over terug te lezen, over die avond en over vanavond, en dus dat hele verhaal over Noord en Zuid en die passages, gaan we nog een kastverdieping maken. De mensen die daarvoor aangemeld zijn, die krijgen die in de bus. Ik hoop in juni ongeveer. Nou, wat nog leuk is om te vermelden, is dat aanstaande zaterdag is hier nog een soort open dag. Allerlei ondernemers hier in de spoorzone, die presenteren zich dan ook ter gelegenheid van onze nieuwe spoorpassage. Gerdien Wondhaus Pauw, van wie we ook zo'n mooie foto mochten gebruiken voor op de uitnodiging, die exposeert dan. Gerdien, waar zit je? Het was in gebouw 83, geloof ik, hè? 82, oké. Okay, nou, ik hoop dat u dat weet te vinden. We gaan gauw over tot de orde van de avond, want u bent hier natuurlijk vanavond vooral om veel te horen over de passage. We gaan het over van alles hebben, van de eerste onderzoeken helemaal tot aan de lampjes. Dus we hebben nog een hoop te bespreken. Ik ga dat niet alleen doen. Kooi gaat mij daarbij helpen. Oh, daar is ze. En ik wil alvast alle sprekers uitnodigen om deze kant op te komen. We hebben twee dames van de gemeente bij ons vanavond. Een voormalige student die onderzoek heeft gedaan. De architecte van de tunnel is natuurlijk aanwezig. Dan hebben we nog een dame van de glasstudio die de hele wand hebben gemaakt. En er is iemand van Philips, helemaal aan het uiteinde, die meer over de lampen kan vertellen en de programmering daaromheen. Kooi, ik ga het stokje aan jou overdragen. Dat is goed, dankjewel. Veel plezier. En ja, vergeet natuurlijk ook niet om vanavond, als het donker is, ook nog even te gaan kijken. Tot straks. Zal ik deze hier laten? Ja, ik denk niet. Nou, welkom allemaal, wederom. Aan mijn rechterzijde, Tjalda Kalsbeek van de gemeente Tilburg. Reinout Kieboom, ook van de gemeente Tilburg. Esther Denekamp, jij bent gedragsdeskundige, of wetenschapper, gedragswetenschapper, deskundige. Ja, het is hetzelfde. Het is helemaal hetzelfde. Ingrid van der Heijden van de Cloud Collective, de architect. Van de tunnel of van de passage. Nou, daar gaan we het zo over hebben, of de tunnel of de passage is. Caroline Prissen van de Tetroglas. Tetrode glas. En Ramon van de Ven van Philips. En Ramon die moet hier een beetje de mannelijke energie op het podium vasthouden. Want het gebeurt niet vaak, dames en heren, dat wij een panel hebben met bijna alleen maar vrouwen. En dat is. Reinout, ik wil even met jou beginnen. Jij bent bij de tunnel betrokken geweest vanaf het allereerste begin. Ik ga even kijken of deze dat doet. Zo is het. Ja. Vanaf het allereerste begin of beetje vanaf het begin? Volgens mij vrijwel vanaf het allereerste begin. Ja. Waarom een passage? Wie bedacht dat? Waarom? Ja, dat allereerste begin, daar was ik niet bij betrokken. Maar misschien dat Tjalda dat weet. Maar in ieder geval, er is volgens mij, en anders vul je me wel aan, gezegd, we willen graag toch weer extra verbinding tussen Noord en Zuid. Omdat ook met name de wijk Theresia heel vaak aangaf, we voelen ons ook geïsoleerd achter dat spoor, die barrière van het spoor. Wie komt hier uit Theresia vanavond in de zaal? En u bent uiteraard al door de passage heen gefietst. En bevalt het een beetje? Uitstekend. En zijn er meer mensen die zeggen, nou, ik zie daar wel vanuit de wijk Theresia, hè? Ik bedoel, niet uit Theresia? Vanuit het centrum. Wie komt er uit het centrum? Kijk, dat zijn er al een paar meer. En allemaal er net al doorheen gefietst? Vanmiddag ook bij de opening geweest? Lintje meegeknipt? Of, nee? Ik vroeg me wel af,
deze passage die moest er komen vanuit dan de verbinding met de wijk Theresia. Vanmiddag werd het bijna gepresenteerd alsof de Berlijnse muur was afgebroken. Of Noord- en Zuid-Korea weer samen waren, zeg maar. Was de verbinding of is die barrière zo ernstig geweest dat er gezegd werd, nou, er moet per se hier een extra passage komen? Kunt u beter aan de mensen uit Theresia of uit Zuid vragen. Maar dat zijn wel de signalen die we ook als gemeente regelmatig wel binnenkregen. Van, goh, wij ervaren het spoor toch echt als een behoorlijke barrière en daarachter liggen wij verstopt als Theresia. En de relatie met de spoorzone en de ontwikkeling van de spoorzone? Ja, dat heeft dat natuurlijk extra versterkt. Hè? Dat op het moment dat je hier van alles gaat ontwikkelen, is het ook wel fijn als mensen er makkelijk kunnen komen. En Tjalda, jij was er ook bij betrokken, want jij bent er nu ook bij betrokken. Nou, het afgelopen jaar eigenlijk niet meer. Helemaal niet meer? Nee, maar ik heb het natuurlijk nog wel heel erg gevolgd. Maar, en wat was jouw rol? Ik was projectleider vanaf, ik denk ongeveer 2009... En tot en met vorig jaar heb ik dat gedaan. Dus vanaf het eerste begin het ontwerp tot aan de aanzet. Wat was je allerbelangrijkste uitgangspunt bij het maken van die passage? De passage begon eigenlijk met dat we die verbinding goed wilden leggen. En er was een hoog ambitieniveau daarvoor. Er werd mij gemeld dat we de meest veilige passage van Tilburg moesten gaan maken. Misschien wel van Nederland, misschien wel van Europa. En wie vertelde jou dat? Mijn opdrachtgevers, dat was het idee hieromheen. Ook vanuit het college en de burgemeester was dat de wens. En dat is natuurlijk een flinke uitdaging. En eigenlijk kwamen we er al vrij snel in het traject achter dat we vooral niet moesten roepen dat we de meest veilige passage gingen maken. Omdat als je dat heel hard roept, mensen zich met name uitgenodigd voelen om rotzooi te gaan trappen in zo'n passage. Dus we hebben dat snel verlaten. Dus het mocht vooral niet het gevoel krijgen van onveiligheid of dat soort zaken. Denk niet aan de roze olifant. Dat... Nee. Ja. Maar het is wel door het hele ontwerpproces een belangrijk item geweest om echt te zorgen dat het een goede, mooie, veilige passage ging worden. Ja. En je bent er net doorheen gelopen. Ja. Je hebt er een tijdje in gestaan. Is het gelukt? Ja, ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt heel erg mooi. En ben er trots op. En we hebben ook wel eens in het traject gezegd van, we zijn begonnen met een passage, met een tunnel, met een grote barrière. Als je er nu doorheen loopt, dan heb je eigenlijk nog amper het gevoel dat je echt door een donkere tunnel heen gaat. Het is heel licht, heel open. En dat vind ik een heel mooi werk. Het is wel grappig, want jullie noemen het een heel nadrukkelijk een passage. Hè? Als je in Tilburg gewoon aan mensen op straat vraagt wat is een passage, dan zeggen ze iets waar winkels aan zitten met een kapje erover. Ja. Waarom is het eigenlijk een passage gaan heten? Ja, dat is met name in het begin zo gekomen dat we vooral niet een tunnel wilden noemen. In het begin werd het nog wel eens tunnel genoemd. En bij tunnel denk je... Even ietsje meer. Oh. Ja, bij een tunnel denk je toch sneller aan een donker, eng, langwerpige, onveilige tunnel. En daarom zijn we vrij snel overgegaan naar passage. Ja, dat klonk ons toen wat lichter in het oren. Maar dat is niet een hele bewuste stap geweest. Ja, nou, en dat licht, dat is in ieder geval wel gelukt. Was er vanaf het begin af aan ook al het idee om er iets met licht en glas in te gaan doen? Of is dat pas in een veel later stadium gebeurd? Nee, dat is pas in een veel later stadium gebeurd. Een van de eerste belangrijke beslissingen die we hebben gemaakt in de ruwbouw is om te zeggen, we breken de passage. Dus in het middenstuk maken we het dak open, waardoor er ook natuurlijk licht halverwege in de passage binnenkwam. Dat is een belangrijke stap. Vervolgens zijn we een aanbesteding aangegaan om een architect te vinden die ons echt met het ontwerp kon helpen. En toen is onder andere de Cloud Collective gekomen met hun ontwerp. En daar werd pas het echte glas idee in geïntroduceerd. Maar in de tussentijd hebben jullie ook nog gevraagd aan een aantal studenten om eens na te denken over hoe maak je nou van een iets wat zomaar een enge tunnel zou kunnen zijn tot een vrolijke, lichte, wat was het nog meer, Gerard, de teksten die je net, de woorden die je gebruikte, passage. Een van die studenten zit hier naast mij. Dat is Esther. Reino was jouw opdrachtgever, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, wij kregen inderdaad de opdracht om te bedenken hoe maken we een zeepassage zo veilig mogelijk.
En misschien is het wel leuk om te vertellen dat wij na die opdracht zijn we meteen hier rond gaan kijken. Van waar komt die passage precies, in welke omgeving. Omdat het niet alleen om de tunnel zelf zou gaan, maar ook om de omgeving. Vooral dit gebied, omdat het vrij onbekend is. Het zorgt dus voor een onzekerheid. En dat geeft mensen ook al sneller een onveilig gevoel. Dus wij hebben ook in ons advies niet alleen gericht op de tunnel, maar ook echt op de omgeving. Ja, want jullie zijn uitgegaan van, ik geloof maar liefst 3 theorieën. De broken window theory. Ja. En er waren er nog 2. Ik heb ze hier. De theorie van de cognitieve dissonantie. Ja. En nog 1, hou je vast. De prospect refuge theory. Ja. Nou, misschien kan ik al beginnen met de eerste. Die houdt eigenlijk in dat mensen overzicht willen hebben in een omgeving. En die angst van een tunnel komt eigenlijk daar vandaan dat mensen geen overzicht meer hebben. Je wordt afgebakend en heel vaak zie je ook niet meer het einde van de tunnel. Of je weet niet waar je uitkomt. Dat is eigenlijk die theorie. En mensen hebben gewoon heel erg behoefte aan dat overzicht. Die tweede theorie is de broken window theorie. En die zegt eigenlijk dat als je in een schone omgeving je bent, je ook al sneller veiliger voelt. En vaak gaan mensen ook in een schonere omgeving zich schoner gedragen. En ziet het er netjes uit. En voelen mensen zich ook prettiger. En gaan zich daar ook naar gedragen. Dus dat heeft ook een invloed op bijvoorbeeld graffiti. Als er binnen een tunnel graffiti wordt gespoten. Of er ligt afval. Dat geeft mensen dus ook al een onrustig en onveilig gevoel. De cognitieve dissonantie houdt in dat er eigenlijk iets mis is in de omgeving. Dat wil zeggen dissonantie, dat er iets niet matcht met elkaar. Dus bijvoorbeeld in de verkeerssituatie, als je als fietser zijnde oversteekt en het fietspad wijkt af. Dat je bijvoorbeeld moet afwijken of als de voetganger zijnde dat je niet kan oversteken. Dan klopt er iets niet in de omgeving. En dan krijgen mensen dus, ja, zoals ze dat noemen, een dissonantiegevoel. En dat heb je bijvoorbeeld ook als je een schoppenkaart hebt en die is dan rood gekleurd. Dan klopt er ook al niet iets. Dus dat zorgt voor onrust ook. En vanuit die theorie zijn we inderdaad gaan kijken, hè, wat kunnen we hiermee, hoe kunnen we dat toepassen bij deze tunnel. Ja. En jullie hebben toen een hele set aanbevelingen gedaan onderwerpen als geur, kleur, geluid, verlichting, cameratoezicht, eigenaarschap, consistentie, verwachtingen. Hè. Dat zijn ze nog niet eens allemaal. Dat waren 40 pagina's aanbevelingen. Die kwamen op bureau van Reinau. En toen? Dat zijn er inderdaad heel veel. Maar we zijn begonnen met een basisadvies. Waarbij we dus vooral die eerste 3 theorieën hebben aangehaald. En het advies is ook geschreven vanuit dat je dus vanuit de Willem II-straat fietst. Wat dan? Wat kan de gemeente dan doen om die passage veiliger te maken? Dus vanuit daar hebben we ook gezegd, pas nou de verkeerssituatie aan vanuit de Willem II-straat. Want die liep niet helemaal door naar de passage. En de Willem II-straat is voor mensen ook een bekende straat. Dus om de passage en het gebied hier wat bekender en zekerder te maken, hebben wij geadviseerd om bijvoorbeeld typisch in de Willem II-straat de plantenbakken door te trekken of de hangende verlichting, zodat hier wat bekender wordt voor de bewoners. Vanuit daar zijn we een advies gaan schrijven over de tunnel zelf. En daar hebben we ons vooral gericht dus op de belichting. En ook geadviseerd toevallig dus dat het glazen wand is gewonnen. Maar wij hadden ook gezegd, maak nou iets van een lichtwand. Dat voorkomt ook schaduws met gewone belichting. Schaduws vinden mensen ook angstaanjagend. Dus op deze manier wordt dat ook opgelost. En ja, mensen hebben ook gewoon de meeste overzicht door die verlichte wand. Ja, wat ik goed las was dat je moest bijvoorbeeld op 25 meter iemand zijn gezicht kunnen herkennen in het licht. Hè? Dus daar kwamen ook allerlei aanbevelingen voor het type licht. Wat ik ook heel bijzonder vond om te lezen is dat roze licht door pubers niet zo wordt gewaardeerd. Ja. Omdat je dan de puistjes beter ziet. Ja. Dat als je geen pubers in je tunnel wil, dat je dan dus beter roze licht kan gebruiken. Ja. Ja. Blijven ze weg. Ja, dus dat
Ja, dat klopt. Dat is dus niet zo heel psychologisch, maar dat zit er wel achter. Ja, ja, ik vond dat heel bijzonder om te lezen. Ja. En, maar ook dat je bijvoorbeeld, als je met beelden zou werken van juichende mensen, dat dat een positieve... Ja, dat heeft een positieve lading. Inderdaad, dat hadden wij bedacht voor de omgeving hier, omdat dat voor heel veel mensen nog onzeker is. En hier zitten al een aantal cafés en kroegen, bijvoorbeeld de Hall of Fame zit hier ook. Dus hadden wij bedacht van, nou, geef nou aan in het centrum hoeveel of hoe lang het duurt voordat je hier bent met beelden erbij. En bijvoorbeeld inderdaad juichende mensen, want dan is dat een positieve emotie. En dan wordt meteen de omgeving krijgt daardoor een positieve lading. En dat triggert dan mensen om hier naartoe te komen. Hey, en want jullie moesten de opdracht aan de architect Reinoud toen nog geven. Wat heb jij nou uit die aanbevelingen van die studenten, wat heb je daar nou heel in vastgepakt en meegenomen naar de opdracht voor de architect? Nou, we hebben meegenomen dat we wilden dat het een goede aansluiting zou hebben op bijvoorbeeld Willem II-straat. Niet letterlijk zoals zij hadden geadviseerd, bijvoorbeeld door de lichtarmatuur door te trekken, maar wel de sfeer van de Willem II-straat, dat je daar een soort geleidelijke lijn in hebt. En in mijn ogen is de Cloud Collective daar ook heel goed in geslaagd. Ingrid zal straks ongetwijfeld daar meer over vertellen, over hoe dat dan terugkeert. Dus dat zal ik nu niet doen, want dan maak ik haar het gras voor de voeten weg. Maar dus op die manier zijn we daar heel erg mee bezig geweest. En ook met qua verlichting, toen we duidelijk verder gingen met glas en licht daarachter. Het moet zeg maar ook daarin proberen dat we... En nu zien we vooral ook heel veel kleur, maar dat dat niet per se de bedoeling is dat het een soort projectiewand wordt waar je allemaal kleurenkermis op doet. Maar dat het puur een toegevoegde waarde heeft voor de beleving van de passage. En dat dat ook ingetogen kan zijn. Dus we kunnen veel, maar we zeggen ook duidelijk, daarmee hoeft niet ook alles. En dan gebruik ik nu ook even het moment om te zeggen van, nou, we laten nu een aantal dingen zien van wat er kan. Maar we willen komend jaar gaan gebruiken om uit te gaan proberen wat werkt nou goed en wat werkt misschien wat minder. Wat wordt als prettig ervaren, wat wordt als minder, misschien minder prettig ervaren. En wanneer willen we extraatjes gaan doen? En hoe gaan jullie dat evalueren doen? Want je hebt nou aan de voorkant een studie gedaan met studenten. Hoe ga je dat evalueren vormgeven? Nou, dat moeten we nog precies gaan plannen. Maar in principe willen we daar uiteraard, net als we in het voortraject hebben gedaan, ook weer gewoon mensen uit de stad bij betrekken. Gewoon reacties van mensen uit de stad. Mogelijk dat we ook weer studenten gaan vragen om daar onderzoek naar te doen. Zover zijn we nog niet. We hebben nu even de aandacht gericht op zorgen dat het er staat. En het komend jaar gewoon dingen gaan uitproberen. Dus Want er zijn ook nog wilde ideeën om dingen te doen met geur. Ja. Dat zat in jullie studie ook, hè, Esther? Geur en doe geluid. Doe een citroen of een sinaasappelgeur en mensen voelen zich veiliger. Ja, dat was ook een nadrukkelijke vraag van ons, hè, want wij kregen vanuit het bestuur ook de opdracht van, we willen ook geur en geluid erin. En een van de vragen aan de studenten was ook juist om daarnaar te kijken vanuit gedragswetenschap oogpunt. Van, voegt dat iets toe? En zo ja, hoe moeten we dat dan doen om het een positieve toegevoegde waarde te laten hebben? Zover zijn we dus nu nog niet. We hebben ons nu geconcentreerd op überhaupt de passage maken en het licht. Maar we willen dus het komende jaar, anderhalf jaar gaan kijken van, nou, is het nodig om nog extra dingen te doen met geur en geluid? En zo ja, hoe dan? Dus het is niet een must als zodanig. Want dan wordt het weer een project aan zich om daar een kermisattractie van te maken. Dat is niet de bedoeling. Maar wel om te kijken van, kan geluid of geur nog een positieve toegevoegde waarde opleveren? Ja. Nou. Wat herken jij van jouw advies terug in het stukje wat er nu al gerealiseerd is, Esther? Wat ik zei, de doorstroom vanuit de Willem II-straat. Dat hebben ze ook. Dat stond ook in ons advies. En de lichtwand. Dat is ook precies wat wij hadden geadviseerd. Ja. Dus, Al zag ik wel, want jullie zeiden eigenlijk, ja, je moet niet iets maken waar mensen aan gaan voelen. Want dan blijven ze allemaal staan en dan heb je voor je het weten in volksoproer. Nou, dat hadden we daarnet daar, hè, maar dat zal waarschijnlijk alleen voor vanavond zijn geweest. Maar ik had ook wel de eerste keer dat ik er was. Ik ben gisteren even tussen de bouwhekken doorgesneakt. Je wil het inderdaad wel aanraken. Het is eigenlijk net iets te mooi geworden misschien, of niet? Want je krijgt wel die neiging om het aan te raken. Ja, nou, dat had ik zelf ook wel. Dus, ja. Ja. Ik ga even door naar jou. Je krijgt als architect dan zo'n
zo'n vraag. Van, nou, maak een veilige... Maak een passage met een prettig verblijfklimaat. Krijg je zo de opdracht? Dat was ongeveer inderdaad de vraag. Veiligheid, aantrekkelijkheid, verrassend, variatie. Dat waren allemaal vragen die in de opdrachtomschrijving stonden, 2 jaar geleden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoorde Reino net zeggen dat er toen al gedacht werd aan iets wat heel terughoudend was, maar aanvankelijk de referentiebeelden die bij de uitvraag zaten, die het was een behoorlijk wilde kermis. En daarvan hadden wij onze ontwerpers heel snel zoiets van, dat is leuk, zo'n kermis, maar niet alle dagen van het jaar. Dus wij hebben toen juist heel bewust een voorstel gedaan wat veel terughoudender was dan in ieder geval de referentiebeelden die... Wat had je als referentiebeeld dan gekregen? Nou, ben ik dan benieuwd naar. 10 verschillende kleuren, hard, roze, neongeel, groen. Want dat hebben we natuurlijk in Tilburg op wel meer plekken. Hè? Met, ik bedoel, langs de 58 heb je natuurlijk die lichtjes. Je hebt, dat klopt. Dat klopt. Plafonds met lichtjes. Ja. Er is op zich ook, hoge torens met lichtjes. Er is op zich ook niks tegen. Alleen dit is echt een voetgangers- en fietserspassage. Waar mensen uiteindelijk, hij is natuurlijk heel breed. Heel overzichtelijk. Maar uiteindelijk gaan mensen er toch langzaam doorheen. En uiteindelijk is het belangrijkste doel is van A naar B komen en doorheen. En wij wilden dat juist op een hele prettige, rustige manier doen. Waarbij je op bepaalde momenten juist wel iets doet met kleur of iets wat opvallend is. Dan krijgt het ook veel meer aandacht. En wat zijn die bepaalde momenten in jullie gedachten? Nou, bijvoorbeeld licht, 's avonds, het verschil tussen dag en nacht. We hebben een interactieve wand ontworpen die overdag anders is dan 's avonds of 's nachts. Het licht is dusdanig aanstuurbaar op pixelniveau dat het interactief kan reageren in de toekomst op passanten. Maar het kan ook reageren op evenementen of op het weer. Dus op die manier kun je daarin variëren. En de gedachte van al die verschillende manieren om die wand te laten reageren op zijn omgeving. Wie zou dan uiteindelijk degene zijn die bepaalt hoe dat er dan uit gaat zien? Nou ja, wie dat... Want je bent architect, hè? Jij krijgt een opdracht, je maakt iets. Of je maakt het dan in samenspraak met. En op een moment draag je het over weer aan de stad. Ja, natuurlijk. Hebben jullie een beeld bij hoe dat zo meteen verder gaat met die wand? Nou ja, dat is het mooie van de wand. We hebben nu heel intensief samengewerkt als team, als ontwerpers, met Van Tetterode voor het glas, Philips voor het licht, maar ook lichtontwerpers die daarbij gezeten hebben, samen met de gemeente. En het hele idee van die wand is dat die steeds aan te passen is, dat er steeds dingen aan toegevoegd kunnen worden, dat ook de programma's van het licht zich ontwikkelen. Dat is ook een ontwikkeltraject. Ja. En wat was jouw moeilijkste opgave in het... Want het is een stuk, je hebt de passage, maar je moet hier ook nog door die gebouwen heen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, dat wordt op de dag vandaag wel een beetje vergeten soms. Maar de opdracht die was van de spoorlaan tot aan de Brokslaan. Dus inderdaad het deel door de werkplaats, door de gebouwen. Ja. Dat was echt integraal onderdeel van het geheel. En logisch dat op een dag als vandaag het eerste deel, de tunnel of de passage, meer aandacht krijgt. Maar het gaat eigenlijk om het geheel. Ja. Ja. En hoe vind je dat stukje, hoe ligt dat er nu bij wat jou betreft? Ja, we zijn blij. Ja? Zeker als straks het groen is aangegroeid, het gras. Dan denk ik dat het een hele fijne plek is, die binnentuin hier. En hij is vanmiddag officieel geopend. Maar het lint was amper koud. En de eerste fietsers en voetgangers die gingen er al doorheen. Dus dat is eigenlijk het grootste succes. Dat we zien dat mensen er gebruik van maken. En wat ook extra leuk was, dat we merkten dat mensen toch gingen stoppen af en toe om te voelen. Vanuit veiligheidsoverwegingen zou je dat misschien niet willen. Maar ja, het is nog niet zo druk dat het niet kan. En een van onze
ontwerpideeën was dus dat we juist niet iets wilden maken wat alle dagen kermis had, maar juist iets maken wat heel prettig voelt, wat heel tactiel voelt. Dus het feit dat mensen het willen aanraken, dat vond ik eigenlijk een groot compliment. Iemand buiten wees mij er net op, die zei ja, hij ligt eigenlijk niet helemaal in het verlengde van de Willem II-straat. Want er zit net een knik. Klein knikje in. Ja. Is dat bewust of is dat gewoon omdat je recht onder het spoor doorging? Nou, de plek van de doorgang, dat hebben wij niet. Zijn wij niet voor verantwoordelijk geweest. Dat heeft de gemeente samen met ProRail. Gaan we even. In eerste instantie zou de tunnel echt exact in het verlengde van de Willem II-straat komen. Maar toen wij daarmee aan de slag gingen en ook de spoorlaan bekeken. Langs de spoorlaan heb je het verhoogde perron liggen vanuit het station. En onder dat perron liggen de V-kolommen, zoals wij die noemden. En die V-kolommen zijn heel bepalend in de lijn langs de hele spoorzone voor het hele stuk vanaf het station tot en met het Willem II-passage. En onze stedenbouwkundige die wees er toch op dat hij het heel belangrijk vond om die doorzettende lijn te houden en dus ook die eikolom te houden. En om dat te doen moest hij net een klein beetje tilten. Ja. Ja. En er zit ook een klein beetje hoogteverschil in, hè? Dus je kan als je van noord naar zuid, dan kijk je eigenlijk een beetje naar beneden. Hè? Hebben jullie daar ook bewust gebruik van gemaakt, zeg maar, in je ontwerp? Of? Nou, wij wilden heel nadrukkelijk, eigenlijk ook in aansluiting bij de vraag van de gemeente, dat niet benaderen als een tunnel. Dus wat wij gedaan hebben is het maaiveld, vaktaal voor wat er op straat ligt, de stoep. Dat is eigenlijk gewoon wat er in de omgeving komt. En wat je dus nu al ervaart, is dat gewoon heel geleidelijk meevloeit. Het loopt ook vanuit de zijkanten wat af. Dus om die reden voelt het bijna als een natuurlijke beweging om er onderdoor te gaan. Hey, en de bestrating, want het fietspad lijkt op een moment een beetje zo op te houden. De vraag net was, blijft dat of wordt dat rode nog doorgetrokken? Of hoe zit dat precies? Dus de bestrating in de passage is rood. Ja. Dan eindigt die. Ja. En dan wordt die een stukje verderop weer rood. Je bedoelt dus het shared space pleintje, zoals we het noemen. Dat is dus tussen het spoor en de gebouwen van de spoorzone. Dat is op die manier heel bewust ontworpen, omdat daar in de toekomst wordt daar een grote belangrijke boulevard, ook voor langzaam verkeer, evenwijdig aan het spoor gemaakt. En het idee is dus juist dat die verkeersstromen elkaar daar passeren. De borden waren helaas nog niet klaar, maar die zijn besteld, begreep ik. Er komt aan het begin en aan het einde komt er een bord van hier houden we rekening met elkaar. Dus het idee is dus dat. Het anticipeert op iets wat nog moet worden ingericht. Juist. Ja. Nee, want precies. In de studie van de gedragswetenschappers stond met name van zorg dat het allemaal doorloopt en consistent. En als je dan nu kijkt, dan denk je, klopt hier iets nog niet helemaal. Maar wat dat dan precies is... Dat klopt. Maar we zien ook dus dat fietsers eigenlijk bijna vanzelfsprekend de route weer oppikken. Dat ze gewoon door de gebouwen fietsen. Ja. En waarom heet de Cloud Collective de Cloud Collective? Goeie vraag. Dat is een heel lang verhaal. Maar wij zijn... Niet voor op een podium. Of oh nee, maar goed. Nee, wij zijn een collectief. En wij werken veel samen met anderen. Samenwerken is onze modus. En wij zijn een collectief van bedrijven. We werken onderling met elkaar. Maar ook met andere bedrijven. Bijvoorbeeld voor deze opdracht hebben we heel nauw samengewerkt. Met Philips eigenlijk vanaf het begin, de conceptontwikkeling. En op een gegeven moment ook met Van Tetterode. Nou, wat een mooi bruggetje. Ja, Van Tetterode. Jij staat volgens mij te boek als directeur-kunstenaar. Ja, hè? Ik zag het op mijn kaartje. Ja, ja, directeur-kunstenaar. Hoe is dat zo gekomen? Ik was eerst kunstenaar. Ben nog steeds. Ja, kunstenaar ben je of ben je niet, vind ik zelf. Dus dat is een staat van zijn in je hoofd.
En nu ben ik kunstenaar van Van Tet Rode Glas Studio sinds 2,5 jaar. En ja, directeur alleen zijn, dat vind ik niks. Dus... En jullie ja, maken glas is misschien een beetje te mager uitgedrukt. Maar het bestaat al sinds, wat was het, 1909 of zo, zag ik? 1919. 1919, ja. En werkplaats, vakglas, glasblaasstudio, metaalwerkplaats. Nou, een hele batterij aan ambachtelijkheden. En dan belt een architect en zegt, joh, we moeten een tunnel maken van glas. Ging het zo? Ja, ja. Nou, wij zijn gespecialiseerd in eigenlijk vind ik dat wij proberen het handschrift te begrijpen van een kunstenaar, een vormgever of een architect. En wij proberen te begrijpen wat hij zoekt. En dan gaan wij daarvan een vertaling maken in glas. Omdat meestal, zeg maar, heeft dat nog een vertaalslag nodig. En dan proberen we weer zo dicht mogelijk te komen bij wat de vormgever of de architect voor ogen heeft. En wat had de architect volgens jou voor ogen? Nou, het is heel grappig. We hadden het er toevallig over dat de eerste tekeningen die zij opstuurde... dat waren geen werktekeningen, maar dat waren een soort impressietekeningen. Dat die nu ongelooflijk lijken op hoe het er nu uitziet. Toen ik uiteindelijk de werktekeningen kreeg, bleek dat het heel anders was dan ik die eerste tekening geïnterpreteerd had. En omdat ik de eerste keer dat er mij iets toegestuurd was, heeft of mijn computer dat niet opgepikt. In ieder geval, ik heb alleen maar die impressie gekeken. En deze impressie. Deze impressie. En grappig genoeg had ik dus witte stenen in mijn hoofd en ronde stenen. En uiteindelijk bleek, zeg maar, dat de rechte hoeken waren in de tekening. En vervolgens ga je het hebben over wat kan en wat niet kan. Wat wij kunnen en wat wij zeker niet kunnen. En uiteindelijk heeft Ingrid er weer voor gekozen om het ronde stenen te laten zijn. Ja. En, ik begreep dat er ook nog iets was tussen bruine steen en doorzichtige steen. En dat begon... eigenlijk de doorzichtige... Ja, dat is misschien wel een mooi verhaal om even te vertellen. Nou, de grap is dat het is uiteindelijk glas geworden. Maar dat was niet het verhaal wat wij tegen de gemeente hadden verteld. Wij hadden verteld, wij gaan licht doorlatende bakstenen maken. En baksteen, omdat baksteen een product is wat heel erg Tilburgs is. En omdat het een bepaalde tactiliteit heeft. Dat je dat gevoel dat het een materiaal is. Dat het ook stevig is. Dat het solide is. Dus ze hebben ons aanvankelijk op mijn blauwe ogen geloofd. Toen ik zei van dat kan. We hadden daar al wel heel vroeg ideeën over. Hoe je dat kon maken. Maar glas was daar één van. Maar we hebben ook bijvoorbeeld aan keramiek, aan kunststof gedacht. Zelfs aan echt baksteenachtig iets. Dus we zijn in het begin heel breed gaan zoeken. En een aantal dingen vielen heel snel af. Een aantal dingen hebben we langer onderzocht. En op een gegeven moment belde ik Carolien. We kennen elkaar helemaal niet. Het was gewoon een telefoontje wat eigenlijk meteen een uur of anderhalf uur duurde volgens mij. Dat eerste gesprek. En toen hadden we meteen daar, tijdens het gesprek hadden we al heel veel dingen bedacht. Dit zou kunnen, dat zou kunnen. En toen zijn we gewoon proefmaterialen gaan maken. En heel verschillende. Eerst een hele andere richting op. En toen ineens, toen hadden zij... het was eigenlijk best een toevalstreffer. Er zat iets bij waarvan we zeiden van... Dat is interessant. En omdat zij... dat kan Carolien beter vertellen, maar even kort gezegd... is dat ze heel goed... Het waren allemaal proeven. Het was allemaal proefondervindelijk vaststellen. Maar zij hadden heel goed geregistreerd wat ze gedaan hadden. Waardoor het na te maken was. En toen we een pad hadden, toen konden we verder gaan ontwikkelen. Maar een licht doorlatende baksteen, hoe had je dat bedacht? We hadden suikerklontjes opgestapeld. En daar hadden we een soort patroon mee gemaakt. Vlak en recht. En toen met licht erachter. En dat leek ons wel wat.
Een suikerklontjesmuur. Geweldig. Ja, dat is ja, zo doe je dat tijdens de lunch, ontwerp je een wand. En toen, want dat waren wel witte suikerklontjes, bruine suikerklontjes. Nee. Nee, het ging over... Voor terug. Nou, we hadden dus gedacht aan baksteen en aan licht. Aan licht ook omdat dat een vrij specifieke vraag in de uitvraag was. En baksteen omdat we... In eerste plaats zijn we architecten, dus we denken graag in stenen en in muren. En in kijken naar omgevingen. We hebben bijvoorbeeld een analyse gemaakt van alle gevels van de Willem II-straat en de gevels hier in de spoorzone. En we kwamen erachter dat daar een soort ritme en een maat en een schaal in zat, wat nu echt terug te vinden is in de wanden. Dus als je het hebt over baksteenwanden, dan gaat het niet alleen over het materiaal baksteen, maar ook bijvoorbeeld dat wat nu van glas is geworden, dat dat een voeg heeft, dat dat in een frame zit van RVS, wat voegen heeft, wat een soort herhaling heeft. Dat in eerste instantie ook gewoon eigenlijk bedacht was als een soort van cement. En dat, nou, er zijn heel veel verschillende varianten onderzocht. Van hoe kan je nou die losse elementen binden tot een wand? Het is echt een heel ontwikkeld traject geweest. Dus, met... Nou, kan jij er iets over vertellen? Over hoe jullie dan uiteindelijk gekomen zijn tot dat die ronde, gebubbelde steen waar iedereen aan wil voelen? Echt in nauwe samenwerking met Cloud Collectief, met Ingrid, hebben wij een aantal dingen getest inderdaad. We zijn begonnen met bruine bakstenen. Dat was de allereerste vraag was, kunnen jullie bruine bakstenen maken? En die eerste mail die was niet goed doorgekomen. Dus ik dacht gewoon alleen maar recht toe recht aan bakstenen. Dus toen we een half jaar later Ingrid zei, en waar zijn de andere bakstenen? Toen had ik zoiets van, sorry, wat? Dat was nog wel hilarisch. Maar toen hadden we eigenlijk, waren we toen al zo tevreden met de ondertussen wit geworden baksteen. En we hebben uiteindelijk 5 verschillende witte bakstenen gemaakt. Daar heeft Cloud Collectief er weer één samen met Tilburg, samen met de gemeente, hebben zij daar weer een keus in gemaakt. We hadden eigenlijk 2 waarvan we zeiden vanuit het spant om 2 verschillende baksteensoorten. Nou, dat was een hele duidelijke voorkeur uiteindelijk toch voor de één. En toen hadden we zoiets van, toen bleek dat er moet ook nog een andere komen. En toen hebben we enorm moeten nadenken van hoe we dat dan zouden moeten doen. Toen hebben we een aantal experimenten gedaan, waaronder een aantal mislukte. En toen uiteindelijk hadden we zoiets van, nou, dit kunnen we wel en dat kunnen we niet. En dit is ook veel sterker en dit is veel zwakker en... steeds weer terug naar... Ja, zaten jullie toen ook al met de techneuten? Ja, ik noem maar even de techneuten, nee. Sorry. Maar de techneuten van, hoe krijgen we dat licht er dan in? Of moest dat licht er alleen maar achter? Hoe zit dat eigenlijk? Zit er licht in de steen? Op een gegeven moment hadden we, waren we uit de steen. En waren we er ook uit hoe we die steen gingen plaatsen. En wij hadden er een hele duidelijke voorkeur voor om het te plaatsen in RVS. Omdat we dat heel gelijk konden krijgen. En dan heb je de minste ellende met hoe je het strak krijgt. Want dat was toch in dat ritme en in de foto van de Cloud Collectief heel duidelijk. Zeg maar de kracht van het werk is dat hij zo beweegt, maar tegelijkertijd zo strak is. En RVS was een heel mooie manier om die strakheid te krijgen en om dat ritme heel duidelijk vast te houden. En toen we eenmaal hadden bedacht van, nou, dan gaan we die kastjes maken. Toen kwam Philips eigenlijk weer in beeld van, oké, hoe diep moeten die kastjes dan worden voor de lichtsterkte? Voor de juiste afstand van het tot op het glas. Maar toen zijn we de eerste mock-up eigenlijk gemaakt samen met Philips. Ramon. Toen was ik er dus nog niet bij, maar Philips is een groot bedrijf en mijn collega's die daar... Je moet even goed in de microfoon, sorry, ja. Anders dan kunnen ze thuis niet meer horen, want we worden gestreamd. Mijn collega's die daar aan de bar hangen, die... Die waren daarbij betrokken, dus ik kan daar helaas niet heel veel over vertellen, wat daar gebeurd is. Dus, ik ben er eigenlijk pas later bijgekomen toen we moesten gaan nadenken wat de lampjes dan moeten gaan doen. En wat moeten die lampjes doen? Die moeten iets gaan doen. Je hebt een, 60.000 LED's zitten erin die alle kleuren van de regenboog kunnen maken. Maar dan moet je wel gaan denken, wat wil je er dan precies mee doen? Want zoals je net al hoorde, we willen niet alle kleuren van de regenboog maken.
Nou, ben ik vanuit Philips al met een paar van dit soort projecten bezig geweest. En samen met de jongens van Lust Lab zijn we daarover na gaan denken. Van wat moet dat zijn? Wat wil je zien? Zeker met zo'n mooie muur als deze wil je er geen scherm van maken. Je wil het niet gaan overschreeuwen. Dus, en wat geeft een architect jou dan mee? Of de kunstenaar? We hebben eigenlijk een paar keer bij elkaar gezeten en... De uitvoerder, sorry. Ik ben zo gefascineerd door die titel. Nou ja, we hebben een paar keer bij elkaar gezeten en we waren er eigenlijk wel over eens dat we dat de muur op zich, dat we die niet echt in ere moesten laten. Ik bedoel, die vorm is dat ontwerp is gewoon al heel mooi. En je ziet ook als het licht erop schijnt, ziet er prachtig uit. Maar je wil het versterken, je wil daar wat mee doen, je wil het wel spannend maken. En door de mogelijkheden met dat licht erachter, wat we dynamisch kunnen bedienen, kun je daar gewoon heel veel mee doen. En wat wij eigenlijk, wat we niet willen, is dat je elke dag hetzelfde ziet. Dus waar we over nadenken is, hoe kun je dat generatief maken? Dus welke invloeden van buitenaf kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat het altijd anders eruit ziet? Dus je gaat naar kleuren kijken, kun je op momenten van de dag kiezen waar je bepaalde kleuren aan vasthangen. Momenten in het jaar, momenten in de maanden, seizoenen. Kun je kijken hoeveel mensen er doorheen gaan, kun je kijken wat het weer is. En daar gaan we naar kijken en daar probeer je dan een soort beleving van te maken, zeg maar. Met licht. En in hoeverre zijn de aanbevelingen vanuit de gedragswetenschappelijke kant daarin nog meegenomen? Dus hoe ver ben je inmiddels in het doorontwikkelen van de ideeën uit de studie? Of zijn jullie daarvan van weggedreven? Nee, ja, we zijn natuurlijk wel... Dat hebben wij ook meegekregen in wat daar uitkwam, de uitkomsten. En wat je zegt, we hebben bijvoorbeeld wel eens gekeken van wat kun je... Als mensen voorbij komen, ga je dan misschien juist het licht weghalen. Maar dan krijg je schaduweffecten. Dan wordt het al best wel een beetje wat enger. Wat jij ook zei, van schaduwen, dat voelen mensen zich snel ongemakkelijk. Je wil niet in een donkere tunnel rijden. Dus je wil niet, er is geen licht in die tunnel en je rijdt erin en dan gaat het licht aan. Maar puistjes roze wordt nog wel gewoon toegepast, zeg maar. Ja, die hebben we er, nee. Nee, we hebben ook, dat hoorde je net ook al, echte hele primaire kleuren, dat soort. Dat moet je ook, dat doet deze muur geen eer aan, denk ik. Dan ga je een scherm maken, een canvas, wat je eigenlijk gaat gebruiken om maar dan kun je net zo goed een film op gaan afdraaien. Maar je wil juist de muur versterken, de uitstraling van de muur. Dus je wil een beetje twinkelingen, glinsteringen daarin brengen. En soms kun je best wel wat meer doen. Maar om eerlijk te zijn, dat is ook nog wel een zoektocht. We zijn nu, we hebben samen met Lust, hebben daar dat is nu een goede basis gemaakt die nu de eerste weken zal gaan draaien. En aan de hand daarvan gaan we kijken van hoe kunnen we dat verbeteren, kunnen we dat doorontwikkelen. Want jullie gaan dan de komende weken kijken. Gaat er iemand slapen hier bij die tunnel en vragen van hoe bevalt die nou in de ochtend, vroege ochtend, midden in de nacht? Ja. Ik weet eigenlijk niet aan wie ik die vraag precies moet stellen, maar hoe gaan jullie kijken of het werkt? Nou ja, wij zullen zelf hier wel wat vaker te vinden zijn. Het zal ook... We horen ook graag de feedback van de mensen die er doorheen gaan. Laat ons maar weten wat jullie ervan vinden. En waar kunnen ze dat doen? Wat is het nummer? Wie kunnen we mailen, bellen? Hebben jullie geen leuk e-mailadres? daar moeten we even over nadenken. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Maar ik denk dat wel dat het heel goed is om te horen wat... Er komen natuurlijk een hele hoop meningen. Maar het is ook helemaal niet erg om te horen van wat niet werkt. Was het een ingewikkelde klus, dit? Of viel het eigenlijk technisch wel mee? Ja, dat zou je echt even aan Boyta moeten vragen. Maar, niet ingewikkeld, wel ingewikkeld? Nou ja, kom even hier, we hebben nog wel een krukje voor je. Boyta is van het programmeren, dames en heren. Ga ik hier even zitten? Ja.
Wat was de vraag? Nou, of het een ingewikkelde klus was om dat te programmeren. Want ik zie 100.000 patroontjes. En nou weet ik niet zo goed hoe moeilijk dat is om zoiets in een programma te zetten. En zeker als het soms dan ook nog interactief moet worden. Het gebruik van het aansturen van de LED is niet per se lastig. Je kunt gewoon een beeld erachter stoppen en dan pakt hij dat over. Het lastige was om te animeren binnen de blokken. Dus als je op de wand kijkt, bestaat het uit een gefragmenteerde samenstelling van blokken. En dat zijn horizontale blokken, verticale blokken en ja, wij noemen het meer een soort ramen. Mm-hmm. En die waren niet gemapt. Die moesten wij apart erin stoppen. Dus je moest eigenlijk eerst het hele ontwerp erin zetten qua hoe lang en hoe breed en hoe hoog zijn ze voordat je daar een programma op los kon maken. Ja, wij moesten die koppeling maken. Ja. Dat kostte wat tijd. Maar hoe lang ben je ermee bezig geweest? 2 dagen, denk ik. Oh. Hoe lang ben jij bezig geweest met het ontwikkelen van die steen? Een half jaar. Anderhalf jaar. Ja, dus ja, maar dit gaat niet alleen, het gaat alleen over dat stukje. Hoe lang je bezig er was wel wat voorbereidend werk aan vooraf gegaan volgens mij. Dus maar voor mijzelf 2 dagen. Ja. Caroline, kan jij de wat was jouw... is er iets niet gelukt? Nee. Aan de steen of aan de... Nee. Ja, nou ja, dat kan toch? Ik kan zeggen, we hadden eigenlijk dit gewild, maar dat lukte technisch niet. Ik geloof dat wat heel goed gelukt is, is het samenwerken, vind ik zelf, met Cloud Collectief en met de gemeente. Dat vond ik echt buitengewoon goed gaan. En daardoor, we konden gewoon zeggen van, nou ja, maar dit zou lastig zijn, maar als je dan dat zou doen, dan zou je... Dus we kwamen eigenlijk overal wel uit. Dus het proces was... En alles was bespreekbaar. En dat is best uniek aan een samenwerking met een architectenkantoor, vind ik. Waar ligt dat aan? Dat ze heel open waren. Heel open voor suggesties, voor goede suggesties. En voor samenwerken. Ja. Mooi om te horen. En jullie kijken nou terug op iets wat nou 3 jaar geleden, 4 jaar geleden in het denken begonnen is bij jullie. Als je nou terugkijkt naar het proces, wat is er bij jullie misschien niet gelukt? Ook niks. Even de microfoon die kant op. Ja. Dan moet ik wel ver terugdenken natuurlijk. En ik ben niet zo gewend om te gaan kijken van wat is er nou allemaal niet gelukt. Ik kijk altijd liever naar wat is er allemaal wel gelukt. Ik ben een heel positief persoon wat dat betreft. Wat is er niet gelukt? Reino? Als alles gelukt is ook een antwoord, hè? Dus dat is prima. Ja. Meestal heb je in zo'n proces wel ergens iets dat je denkt, oh, dat vind ik nou jammer dat we dat net niet gedaan hebben. Maar dat zit er niet in. Nou, ik weet het heeft meer te maken met bepaald ongeduld dat ik altijd heb. Ongeduld? Ik had het liefst gehad dat het al helemaal klaar was. Hè? Dat het plafond er bijvoorbeeld ook al in zat, het is nog niet. En dat we ook al geur en geluid hadden kunnen toepassen. Maar zover zijn we gewoon nog niet. Nee. Dus dat is meer een kwestie van geduld hebben, lange adem hebben en zorgen dat het er uiteindelijk wel komt. Ja. Zitten hier in de plint ook een aantal... je hebt hier de boemel, raw moet ik zeggen, geloof ik, hè? Komt eraan. Zijn aan het verbouwen nu. Is er met die ondernemers ook over gesproken van nou, wat is jouw bijdrage aan de veiligheid van of het prettige verblijven aan de passage? Hebben die speciale eisen gekregen, die ondernemers, over waar ze aan moeten? Moeten ze 's nachts het licht aanlaten bijvoorbeeld? Noem maar wat. Ik weet niet waar Adriaan is of er al afspraken zijn gemaakt met degene die dus in de gebouwen is. Adriaan er? Ben je ook op een krukje? Ja, maar de vraag is even zeg maar van als je 's avonds die bedrijven zijn dan weg.
Zijn er al afspraken gemaakt of ze dan bijvoorbeeld licht aanlaten, zodat er ook licht is vanuit die glazen wanden? Zeg maar? Er is in de onderdoorgangen, in de kapconstructie, is ook licht aangebracht. Dus gewoon openbare verlichting? Dus openbare verlichting, dus het is heel goed verlicht in de avonturen. Ja. Oké. Okay. Ja. En is dat hetzelfde, ik bedoel, is daarbij ook bij dat type licht heel erg gekeken naar de aanbevelingen, ook vanuit de studie van die studenten die een bepaald type licht hebben voorgeschreven? Ja, dus niet zozeer naar het type licht gekeken, alhoewel gezegd van, je moet niet van een licht naar donker gaan, dus je moet het heel gelijkmatig aanlichten om zeg maar goed te kunnen accommoderen met je ogen. Ja, oké. Okay. Ik wil eventjes naar de... Ja? Ik heb nog wel één ding bedacht wat niet is gelukt en dat is de planning. De planning is niet helemaal gelukt, want we hadden eigenlijk in oktober 2015 oorspronkelijk open gewild. En dat hebben we niet gehaald. Maar dit is ook veel lekkerder weer voor zo'n opening. Ja. Dus dat hebben jullie helemaal geweldig gedaan. Maar ik dacht, ik heb wat. Heel goed. Ik wil eigenlijk eventjes naar de zaal misschien wel. In de zin van, jullie zijn nou allemaal door... we hebben nou toch een microfoon in de zaal. Jullie zijn er net allemaal doorheen gelopen. Jullie hebben iets gehoord over de ontstaansgeschiedenis en over wat er beoogd was en hoe het er nu uitziet. Jullie hebben ongetwijfeld vragen. Nou, kijk, daar gaan de vingers al. We beginnen achterin bij Tine. Het is niet zozeer over de tunnel, die ik erg mooi vind. Ik vind het echt fantastisch... mooi uitgevoerd. Maar ik heb een andere vraag. Ik verwacht dat er dus, en dat hopen we allemaal, dat er een veel grotere verkeersstroom vanuit de binnenstad naar via de tunnel, of via de passage moet ik zeggen, naar Tilburg, naar Theresia zal komen. Nou valt me op, als je dan de Brokslaan bent overgestoken, dan heb je een paar stoplichten gehad. Dus het is meer een verkeerskundige vraag, gewoon niet zozeer met de tunnel, maar de gemeente kan het wel meenemen. Als je dan bent overgestoken, die Atelierstraat doorrijdt, dan ga je een beetje naar beneden en dan schiet je zo de Lange Nieuwstraat in. En dat is een best een drukke straat. Dus ik verwacht dat daar, zeker met een toenemende aantal verkeersstroom, dat daar nog wel een verkeerskundig knelpunt ligt. Dus ik hoop dat jullie daar nog even naar kijken. Want ja, te verwachten wel dat er meer passanten zullen zijn. Ik hoorde net al iets over borden die er nog moesten komen en zo. Maar wie van jullie tweeën kan daar even antwoord op geven? Nou, dan denk ik dat we even naar Ludo kijken. Of Ludo daar iets over kan zeggen. Ik ben Ludo. Die is er ook. Nee. Die is er hier, ja. Ludo. Ja, ik weet dat de helling is nou een beetje scherp. Maar goed, je hebt nog voldoende straatlengte. We gaan ook nog voor een bepaalde diepte ook herontwikkelen in dat stukje straat. Dus daarmee kunnen we de helling aanpassen. En verder denk ik, een verkeerskundige kan kijken, maar er zijn ook remmen op een fiets. Hè? Dus ik zie niet zo direct een structureel probleem. Maar goed, we zullen er aandacht aan besteden. Als je vanuit de veiligheid kijkt, Esther, naar het gedrag van de fietser, die keihard, wat zou daar de aanbeveling uit zijn die jullie zouden trekken? Hoe bedoel je? Nou ja, ik bedoel, Tine schetst het vraagstuk. De fiets die komt heel hard aan. Als je vanuit de gedragswetenschap daarnaar kijkt, wat zou je dan moeten doen? Wat zou je, ja... Om hem af te remmen? Stop zijn, in mijn geval, ja. Ja. Ja, nee, want jullie hadden in je studie ook aanbevelingen over belijning en van alles en nog wat op het op de grond, hè? Dus, ja, de grafische signalen. Grafische signalen. Die zijn er nu niet, hè? Het is een redelijk rustige bestrating. Hebben jullie daar een of is dat dan een verkeerskundige afweging of zoiets er wel of niet komt? Nee, onze afweging was, dus juist wat ik eerder uitlegde, dat het een heel gloeiend, vloeiend, glooiend geheel zou zijn. Nee, maar deze vraag gaat precies over een ander stuk wat aan de overkant van de Brokslaan ligt. Ja. Ja. Maar daar wordt nu, begrijp ik, het gebied ook verder ontwikkeld in de Atelierstraat. Dus neem aan dat het dan met dat project meegaat. Andere vraag. Ik ben Frans Bedeau en ik ben fietser. En er wordt in de provincie gepraat over fietssnelwegen. En ik had altijd het idee van, we krijgen nou een nieuwe verbinding en dan kunnen we prima fietsen. Nou, ik word alleen maar belemmerd. Brokslaan, Spoorlaan en hier ook allemaal zo. Er is vanuit de gemeente nooit een
idee geweest van... we kunnen nou de gelegenheid gebruiken om de fietsers een fantastische baan te geven. Ja, dus het verschil tussen de lust- en de must-reiziger een beetje... Nou, daar hebben we natuurlijk wel veel over gehad. We hebben ook contact gehad met het fietsforum over dat ontwerp en daar heel wat gesprekken over gevoerd. En je hebt daar natuurlijk altijd een keuze. Want aan de ene kant heb je inderdaad de fietser die er vooral heel snel en heel hard doorheen wil. Maar je hebt ook de meer creatieve fietser die dat minder hard wil en dat juist niet wil. En ja, het blijft een conflict. We hebben wel de stromende lijn voor de fietser zo goed mogelijk willen maken. Dus volgens mij kan je met een redelijk tempo er doorheen als u dat wilt. Maar ja, we zitten wel midden in een stad. En het is geen snelweg voor een fietser geworden, dat niet. Frans, ik heb wel al gemerkt dat als je op een knopje drukt bij de Brokstaan, gaat hij wel meteen op groen. Ja, dat is wel fijn. Ja. Maar dat was vandaag. Ik hoop dat het zo blijft. Ja. Hier was nog een vraag. Daar. Oh, ik wil het even hebben over de onderdoorgang. Dan zie je de mensen van noord naar zuid lopen, keurig, aan de rechterzijde. En de mensen van binnenstad naar noord, rechts, mooi. En de fietsers doen precies hetzelfde. Maar zo gauw ze op de spoor aankomen, kunnen de voetgangers niet meer uit de weg. Want die moeten dan als het ware dwars door de fietsers heen, via één punt naar de Willem II-straat. Waarom zijn er geen twee mogelijkheden voor voetgangers om over te steken? Ook een bijna een aan aansluitingsvraag. Hè? Zat hij bij jullie in het... Veel buiten jullie plangebied. Gaat hij terug naar de gemeente, die vraag? Ludo! Wou jij een krukje? Goh, ik zou nu graag verwijzen naar de verkeerskundige, maar die is er niet. Wat mij betreft verdienen de voetgangers links en rechts een oversteek. Hè. We hebben ook, dit is ook een tijdelijke situatie nog. Hè. Want we hebben nog aanpassingen als voor de fietsenstallingen en de entrees daarvan. Er is een plan gemaakt voor de herinrichting van de spoorlaan. Waarbij een heel belangrijk thema is de oversteekbaarheid door voetgangers van de spoorlaan. Hè, in plaats van de autocirculatie die er nu is. En in dat verhaal is het niet een oversteek bij het kruispunt die we bedenken, maar eigenlijk een oversteekbreedte vanaf het station tot voorbij het knooppunt van de Willem II-straat. Kijk, en dan heb je die twee kanten. Hè. Dus dat is nog in planning. Het is nog niet uitgekristalliseerd. Maar ik vind wel dat het aandacht verdient. Want ja, kijk, we investeren natuurlijk enorm veel in die twee tunnels om de spoorzone bij de binnenstad te betrekken. Langs de andere kant ligt dan een cityring die er eigenlijk een vette streep onder trekt. Dus ook op dat vlak moet iets gebeuren. Dus dat bevoorrechten van die voetganger, eerder nog dan die fietser, ja, dat vind ik wel nog een belangrijk onderwerp in de inrichting van de spoorlaan. Dus daar zijn we nu aan het werken. En de verschuiven in de goede richting, zal ik maar zeggen. Dat gaan jullie ook evalueren. Jij gaat daar ook slapen om te kijken hoe het gaat. Nou, ik slaap liefst thuis. Er was hier voor. Nee, die hebben we gehad. Er was nog een vraag. Ging net nog een vinger omhoog? Ja, daar. Ja, okay. Die kleurendifferentiatie die men dus krijgt met die LED-verlichting. Afhankelijk dus van schaduwval, hoe de belichting is van boven, van de hemel uit, zeg maar, en van onder. Ik denk dat het op een gegeven moment best wel automatisch gaat gebeuren. Maar er is natuurlijk een periode waarin het niet automatisch kan. Je zult moeten gaan kijken, dagelijks of wekelijks enkele keren, om te kijken van wat ik voor had en wat ik nou zie, is conform de bedoeling, ja of nee. Maar uiteindelijk, als je het dan gaat automatiseren, dan denk ik dat je al heel gauw terechtkomt in de sfeer, omdat het geautomatiseerd is, dat het er niet aan zijn doel gaat beantwoorden. Hoe gaat u dat aanpakken dus, die LED-differentiatie, is de vraag eigenlijk. Ja, dat is...
dat is wel iets waar we echt naar kijken. Want we willen juist... je wil aan de ene kant weer iets automatiseren, omdat het dan blijft veranderen. Dus onder invloeden van de context. En dat je niet elke keer als je doorheen gaat denkt van... hé, het is weer hetzelfde. En op een gegeven moment wordt het automatisch. Het is ook leuk als je er doorheen gaat en je denkt... hé, het ziet er anders uit dan de laatste keer. Dus dat is eigenlijk wat we met die automatisering doen. En verder proberen we dan zo ver mogelijk te kijken dat we met verschillende dingen, de tijd van het jaar, de tijd van de week, zijn er evenementen, zijn er dingen, hoeveel mensen zijn er in die tunnel, is het slecht weer, is het goed weer, gaan kijken. Dus die dingen nemen we mee. Maar we zullen ook zeker in dat traject blijven evalueren van wat werkt wel en wat werkt niet. En een deel waar we ook naar kijken, en wat al is de management van content zoals deze. En daar zijn we nu ook mee in discussie. Van hoe willen we, wat willen wij de gemeente eigenlijk voor controle daarover hebben? Van kunnen wij, als we morgen een soort van event hebben, kunnen wij daar dan iets aan doen? Kunnen wij dan een aanpassing maken zonder het ontwerp van die tunnel te veel hoe noem je dat? Maar dus wel binnen het design, binnen de ideeën van de ontwerpers blijven en daarbinnen toch aanpassingen te kunnen maken. Ik kan me voorstellen, er is een onverwachts event, er is een of andere sportclub kampioen of en daar wil je op inspelen, kun je dan bijvoorbeeld bepaalde kleuren. Ja, ik zei al een of andere sportclub. Ik zei je. Dan is er altijd wel eentje, toch? Kom op. Oh, de roze maan, maar die is niet onverwacht. Dus die nemen we wel mee. Maar ook dat soort dingen. Ja, daar kun je gewoon dingen... En je kunt ook bijvoorbeeld, als er heel veel mensenmassa's verwacht worden... kun je dan iets met richting aan doen misschien. Kun je dan zeggen van, als je wil dat ze die kant op gaan of die kant. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar we kunnen natuurlijk onmogelijk met alles rekening houden vanaf het begin. Hoe lang zijn jullie nog betrokken bij het project? Ik bedoel, is jullie opdracht... klaar op enig moment? Of hoe lang loopt dat nog door? Weet de gemeente, weten jullie dat? Kun je daar iets over zeggen? Ik bedoel... Ja, wij zijn in ieder geval tot nog een maand bezig. En dan... daarna gaan we even kijken. Dan hebben we in ieder geval het eerste gedeelte klaar. En daarna zullen we gaan evalueren en kijken hoe we daarin verder gaan. En dan zullen we ook samen met de gemeente gaan kijken. En we hebben al gehoord dat er misschien naar geluid gekeken gaat worden. En dat is heel interessant, want je ziet op een dag als vandaag... licht zie je niet veel van, maar geluid kan het dan juist weer versterken. En dan heb ik het niet over echt muziek of zo, maar gewoon een mooie ambient geluiden. Ja, want Esther, daar hadden jullie ook voorstellen voor gedaan in jullie studie, hè, voor dat geluid. Ja, dat klopt. We hadden inderdaad ook wat over geluid gezegd. En hadden we eigenlijk gekeken vanuit de veiligheid meer. Dus daar hadden wij een advies gegeven om natuurgeluiden te laten horen. Tenzij de trein goed hoorbaar is. Want als je de trein hoort en natuurgeluiden hoort, ja, dan wordt het te veel. En dan vinden mensen. Dissonantie. Ja, precies. Vinden mensen het storend. Dus eigenlijk ligt er een beetje aan in hoeverre de trein wordt gehoord. Wat met geluiden te doen. Ja. Wat zouden jullie willen horen als je daar fietst? Los van de trein. Rust? Ja? Vogeltjes? Het is wel, ik ben wel benieuwd hoe we dat nou gaan uitvogelen. Hè? Moet gaan komen. Daarom willen we daar ook het komend jaar nog voor nemen. Hè? Om daar naar te kijken van... Is het nodig om met geluid ook nog iets te doen of niet? Want we willen niet dat we een akoestisch behang gaan maken. Hè? Nee, dus het moet muzak. Niet zijn van nou, net zoals ik in een winkelcentrum wel eens kan hebben, dat je denkt van, moet dat nou per se? Dat is niet de bedoeling. Maar nee. Ook in navolging van wat de studenten ons hebben aangeraden, ook qua geur, hè, en geluid, als we dat gaan toepassen, moet het passen bij wat je voor de rest doet. Dat het een geheel wordt. Dat je dingen doet die bij elkaar horen. Zodat je ze eigenlijk bijna niet opmerkt. Maar in je onbewuste je ze wel oppakt. Ja. En ik wou nog heel even ook reageren op wat Ramon net zei. Over het toepassen van het licht. Bijvoorbeeld als het heel druk wordt. Stel je voor bij de kermis of bij Mondial. En we zouden constateren dat er een soort opstopping dreigt in de passage. Dan willen we ook nadrukkelijk gaan kijken van hoe kunnen we door de manier waarop je het licht aanstuurt,
door de beweging die je daar bijvoorbeeld inbrengt, bepaalde kanten op, dat je mensen zeg maar onbewust prikkelt om harder te gaan lopen of om een bepaalde richting op te gaan lopen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die we het komend jaar willen gaan uitproberen, hoe je dus gebruik kan maken van het gedrag die band. Kan sturen van mensen in de tunnel. Ja. 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 Want ik begreep dat er wel in ieder geval niet gewerkt gaat worden met zo'n moskito-geluid om de jeugd te verjagen. Zo'n hele hoge piep. Nee, dat is vooralsnog zeker niet de bedoeling. Nee. We sluiten niks uit. Maar er is ook al eerder gezegd door de studenten ook. Van nou, stel dat je zou gaan constateren, er is een probleem met een vervelende groep die blijft hangen. Kun je bijvoorbeeld ook al het licht opdraaien naar een heel fel wit licht. Of roze dan misschien. Maar dat ook als onprettig wordt ervaren, waardoor ze dan hopelijk de tunnel, de passage verlaten. Dus... Ja. Boyd, heb je al wel een carnavalsprogrammering er alvast ingezet? Met oranje, groen, die is er al. Nog niet getest. Nee. Want gaat Prins Carnaval zometeen door de passage de stad in? Dat zou kunnen. Is er nog een vraag voor ofwel de... Oh, daar. Het ziet er op het ogenblik erg mooi uit. En mijn vraag is van, hoe hou je dat de komende jaren zo... Net zo mooi. Net zo mooi. Is daarover nagedacht? Ik denk aan, ja, als het een keer niet werkt, dan krijg je negatieve publiciteit in de krant. Als er van die graffiti opkomt, ja, verschrikkelijk, zou ik zeggen. Is daarover nagedacht? Is er een plan gemaakt hoe je dat kunt beheersen? Ik denk dat misschien, het begint al bij het ontwerp misschien eventjes. Van... Maar voor een deel zit dat in het ontwerp. En voor een deel zijn dat beheerszaken die in eerste instantie bij de gemeente liggen. In het ontwerp bijvoorbeeld die gedraaide hoeken, die hoeken of die rondingen. Het is niet alleen dat wij als ontwerpers vonden dat er leuk uitzag. Het maakt dus ook dat de wand geen canvas is. Dus waardoor het minder... aantrekkelijk is voor iemand om er een grote tag op achter te laten. Een tweede is dat we gekozen hebben voor glas. Het is heel hard materiaal, dus vrij eenvoudig schoon te maken. Het derde is bijvoorbeeld dus dat iedere steen in een RVS frame zit, waardoor als er eentje stuk per ongeluk of expres stuk zou gaan... die eruit gehaald kan worden en heel eenvoudig vervangen kan worden. Dus dat zijn maatregelen waarop wij als ontwerpers nagedacht hebben en geanticipeerd hebben op dat die tunnel mooi blijft. En ja, verder is het natuurlijk ook een zaak dat de gemeente daar bovenop blijft zitten. Dus als er iets stuk is, dat het ook heel snel gemaakt wordt in principe... binnen 1 of 2 dagen. Ja, en ik wil het toch ook die nog stenen, even... Die stenen liggen ook op voorraad ergens al. Die hebben jullie gewoon al... Kijk. Ja, en ik zou er toch ook wel even aan willen toevoegen. Laat dit vooral ook een project zijn van ons allen. Een tunnel van ons allen als Tilburgers met z'n allen samen. Dat we het ook samen uitdragen. Jongens, die mooie passage is van ons als stad. Laten we hem zo houden. En dat niet alleen als rol bij de gemeente neerleggen. Dat zat ook in jullie studie, hè? Dat was een soort van aanbeveling van... kan je die passage niet maken van bijvoorbeeld... of laten adopteren door ondernemers of door de Willem II College? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een stukje gedeelde verantwoordelijkheid. En die zorgt er dan dus ook voor dat als die tunnel... of als de tunnel van iemand wordt, zeg maar, groepje... dat die daar die verantwoordelijkheid voor aandragen. En... ja, dat voorkomt eigenlijk dat de mensen zich snel gaan misdragen. Of dat het niet wordt onthouden. Even wachten tot de microfoon er is, Tine, want anders dan horen we niet. Naar aanleiding van dit nog een vraag stellen. Ze net vertelde die meneer, we gaan dat programmeren, dat licht enzovoorts. Maar als je dat wilt, dat het een collectief ding is, hè, die tunnel... dan zou je natuurlijk ook kunnen nadenken in hoeverre dat je met een app... het publiek mee invloed kunt laten geven op de kleur van die tunnel. Als ik dat leuk vind, en sommige mensen vinden dat misschien leuk... om af en toe een paar toetsen in te toetsen en zeggen... vandaag vind ik, of een uurtje, van 2 tot 3, dat die geel is...
Stel je voor dat je op die manier participatie zou bewerkstelligen door het publiek mee te laten programmeren op enig moment van de dag, van de nacht, dan zou je die verbinding met die stad en met het publiek vergroten, waardoor ook de betrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Ik zou daar graag op willen reageren als kunstenaar en niet als directeur. En dan zou mijn antwoord zijn dat ik over het algemeen hele slechte ervaringen heb met gesamtkunstwerken. Hoewel ik erg ben voor gedeelde verantwoordelijkheid en voor dat... Nou, de opkomst hier bewijst al jullie betrokkenheid bij de tunnel. En dat vind ik echt fantastisch. Maar als ik een heel groot wit vel zou ophangen en ik zou tegen iedereen zeggen... teken wat je leuk vindt en daarna is het van iedereen... dan ben ik heel bang dat aan het eind iedereen heel hard wegrent... als ze zien wat daarvan gekomen is. Ik geloof heel erg in de integriteit van een handschrift... en van iemand die ergens lang over nadenkt. Nou, misschien in dit geval heb je al meerdere partijen... die ergens lang over na hebben gedacht... en dat is heel zorgvuldig is dat gedaan... en heel zorgvuldig komt daar een resultaat uit... En ik geloof heel erg dat daar nog heel veel aan te veranderen is. Door mensen die zeggen van, goh, zou er daar nog eens over nagedacht worden. Maar als iedereen mag zeggen van, nou, doe mij een beetje roze en doe mij een beetje groen. Dan ben ik heel erg bang dat ik heel graag naar huis wil. Dan wil ik ook reageren als kunstenaar. En dan kan ik zeggen dat ik hele goede ervaring heb. En juist in die participatie van mensen met meedoen in een kunstwerk in de openbare ruimte. En die voorbeelden kan ik je ook geven straks. Stel, Boyd, jij hebt heel lang met die programmering. Maar stel dat er iets anders geprogrammeerd zou moeten worden... Hoe snel kan dat dan? Ja, ook 2 dagen. Dus het is zo makkelijk als van, nou ja, dan bellen we jou en dan hebben we een nieuw... Ik bedoel, stel dat het Itines idee, er moet iets komen en het moet binnen 2 dagen moet er een nieuwe programmering worden bedacht. Ik roep maar wat, hè. Dat is wat anders dan het interactieve, doe het ter plekke met je app. Maar nee, jij wil hem echt gewoon... Helemaal interactief. Ik vergelijk het veel meer met het kunstwerk van Monique Toebos in de bibliotheek in Breda. Met het factorium, met het screen wat Inge en Martin Riebeek daar hebben gemaakt. En tal van plekken, het grote kunstwerk van Licht in Arnhem. Wat reageert op de gevoelens van de stad. Er zijn tal van kunstwerken in Nederland waarbij het publiek een beperkte... onder regie van de kunstenaar, van de ontwerper, rol heeft... maar wat toch een soort van interactie teweeg brengt. Dus het niet zou zoiets erin te programmeren zijn? Alles, in wat jij nu hebt alles gemaakt? Is te programmeren uiteindelijk. Kijk, dit kan. Dit is geen probleem. Maar wil je dat? Dat is de vraag. En ja, het hangt er echt af van wat je wil. Want het maken van een app en dat toegankelijk maken... en met 1 druk op de knop het verandert... dat kost meer tijd dan een andere kleur heen zetten. Mm-hmm. Dus het hangt af van wat je wil. Hoe snel het kan. Nou, het is zo grappig om te merken dat er nu steeds meer aandacht gaat naar de verlichting als een soort kunstwerk. Terwijl het ooit begonnen is puur ter ondersteuning, hè, zeg maar, van de beleving van de passage. En ik ben er ook wel voor om daar in het project ook steeds wel weer even naar terug te gaan. Dat het niet een soort doel op zich wordt om daar weet ik wat allemaal mee te doen qua kunstuiting. Want het is bedoeld ooit voor ondersteuning van de beleving in de passage. En daar wil ik wel voor waken dat we daar niet te ver van wegdrijven. Misschien is het wel te mooi geworden als hij dit oproept. Zijn er nog... Ja, ik zie daar nog 2 vingers omhoog gaan. Hallo, ik ben Anneke Dunning. Ik heb een vraag. Wie gaat hem dan wel besturen? Want er wordt nu gezegd, er wordt nog een jaar naar gekeken... en we gaan er naar kijken en we doen dit... Na dat jaar, wie wordt die bestuurder als het druk is? En wie zet dan het licht aan in het witte licht om mensen weg te jagen? Komt er een soort tunnelwachter of passagewachter? En uit welk budget wordt dat dan betaald?
Dat is een terugkerende vraag in ieder debat waar ik tot op heden bij de spoorzone bij betrokken ben geweest. Is uiteindelijk altijd wie is de doorbitch? Dus wie bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt met het ding waar het dan op dat moment over gaat. Maar Reino, is daar al een uitspraak over gedaan? Nee, nog geen uitspraak. We hebben wel gezegd, we moeten een soort beheergroep gaan maken binnen de gemeente. Om te kijken van wie gaat nou straks de doorslaggevende stem geven als er wensen zijn om iets te veranderen. Gaan we dat wel of gaan we dat niet doen? Maar wie dat wordt en hoe, dat moeten we nog vormgeven. Maar in ieder geval willen we dus daar in voorkomen dat het een u vraagt wij draaien wordt. In zo'n beheergroep moet daar een gedragswetenschapper in, vind jij? Sorry? Dat zou heel goed zijn, ja. Ja. En moet er nog iets van een supervisor of een ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar een kunstenaar in? Een van de dingen die ik een tijd geleden begreep is dat er één keer in het jaar een nieuwe kunstenaar gevraagd zou worden om daar eens over na te denken. Ik heb geen idee hoe dat met dat plan staat. Of daar, wat ik wel weet is dat er allerlei verlichting in de stad aanwezig is die bestuurbaar is. En dat het de moeite waard is om daar eens integraal naar te kijken. En dat lijkt me fantastisch, dat het niet alleen maar stopt bij de passage, maar dat het doorgaat door de stad heen. Je zou iets heel bijzonders neer kunnen zetten. Maar daar moet wel iemand over na gaan denken die daar ook een inhoudelijk verhaal van kan maken of die daar ideeën over heeft. Dus ja, is erg voor kunstenaars. En een techneut? Moet er een techneut in? Mag ik daar nog even iets... Wat je altijd hebt met dit soort dingen is... dat vraagstuk is natuurlijk van wat gaat er gebeuren met die content en wie gaat dat controleren? Want je ziet heel veel dit soort schermen waar veel mee mogelijk is, dat eigenlijk gewoon hetzelfde blijft. Dat je 2 jaar later teruggaat en het is nog steeds dezelfde content. Dat is ook de reden waarom wij zeggen, maak iets wat generatief is, wat automatisch is, wat in ieder geval altijd verandert. Ook al doen jullie er 2 jaar niks aan, is het toch gewoon door 2 jaar lang elke keer anders geworden. Maar dan is er een ander ding, is wat ga je inderdaad doen met speciale events, wat ga je doen in noodsituaties. Dus er is altijd een bepaalde mate van beheer nodig. En is dat kan zo simpel zijn dat je moet hem aan en uit kunnen zetten, maar het kan ook zijn dat je inderdaad iets wil aanpassen binnen de content. En dat zei die mevrouw net heel mooi, binnen wat wij eigenlijk hebben bedacht, ontworpen, daarbinnen nog iets kunnen aanpassen. En ik kan me eerlijk gezegd best voorstellen dat je in bepaalde tijden wel een keertje met meer mensen ernaar gaat kijken en input vanuit of andere kunstenaars of artiesten of samen iets gaat maken daarin. Dus het blijft altijd een moeilijk verhaal, maar het is wel iets waar we over nadenken, waar we ook proberen te zorgen dat het zonder dat beheer ook gewoon in ieder geval blijft werken. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk, we hadden daar nog één vraag en dat is dan ook meteen de laatste. Want we moeten er op tijd uit hier in verband met een aansluitend... in verband met een aansluitend optreden. Dus de laatste vraag aan u, meneer. Ja, dankjewel. Ik wil nog even terug naar gebruik en beleving. En dat pleintje wat hier voor ligt, nog steeds is voor mij geheimzinnig. 2 roze fietspaden, een betonnen plaat ertussen die een knik vormt tussen het een en het ander. Dat wordt iets wat mij nog helemaal totaal duister is. Er gaat een voetgangerscorridor hier lopen. En dat is precies een contrast met de Fietsers Highway waar meneer Bedo het over had. Hier moet het allemaal gaan kronkelen. Gaat dat goed lopen? Want dat levert allerlei ontmoetingen op als dit ook nog een voetgangersgebied wordt. En een terrasjesplein en alles. En hoe kronkelt dat allemaal? U bent een beetje bang dat we een volgende 5-sprong krijgen? Of, daar gaat het op zich ook nog wel redelijk goed. Ja. Het zou zomaar een kluwetje kunnen worden. Ja, ik denk dat de tijd gaat uitwijzen. Maar ja, dan spreek ik. Dat gaat inderdaad de tijd uitwijzen. Ik kan me voorstellen dat het pleintje nu raar oogt, omdat die dwarsverbinding die erop komt langs het spoor nog niet is. Dat zal ook nog wel even duren voordat hij er is.
Ik denk dat we daar op moeten wachten, omdat je dan ook de legitieme reden ziet waarom dat pleintje is gevormd. En ja, zeker, dat wordt wel spannend van gaat dat werken of niet. Dat hebben wij natuurlijk aan de ontwerptafel ook over nagedacht, ook over twijfels over gehad. Maar je kan dat pas goed merken als je het gaat aanleggen en gaat kijken hoe het werkt. Als het straks niet blijkt te werken, zullen we er wat aan moeten doen. Natuurlijk hopen we dat het wel gaat werken. Dan sluit ik hiermee, denk ik, de avond af. Of ga jij nog even een afsluitend woordje? Ik ga in ieder geval even de gasten bedanken. En de zaal ook voor de actieve participatie. Dank, dank, dank. Het laatste woord is aan Meerte. Dankjewel. Ja, Cor, jij ook heel erg bedankt. Er is vanaf 10:00 nog live muziek. Je bent van harte welkom om nog te blijven hangen. Ik ga in ieder geval nog even kijken hoe die er nu bij ligt in het donker. En hoe de lampjes er nu uitzien. Dat doet u vast ook nog wel even. We zien u heel graag op een volgende bijeenkomst van CAST. En dan vraag ik alleen nog een groot applaus voor al onze sprekers van vanavond. APPLAUS